Tegen de verwachtingen van sommigen in rijden onze barrels nog steeds. Gauw dus naar het volgende onderdeel. Nou ja, het kon niet uitblijven. Hè. We zijn bij Beek Auto Racing in Den Haag. Ze gaan op de rollenbank om eens even te kijken of ze hun vermogen nog hebben. We beginnen met de BMW van Roland. Die staat al helemaal klaar. 112,8 pk. Roland, kom er eens even bij. Ja, hartstikke leuk. Maar heb je gezien wat vandaag de datum is? Vrijdag de 13e. Vrijdag de 13e. En uitgerekend vandaag moet mijn BMW op de rollenbank. Ja, zeker. Maar goed, wij komen er meteen achteraan. Dus... Je moet niet zeuren. Ik heb alle vertrouwen. Hey Roland, de vraag die ik altijd stel, van hoeveel verwacht je dat hij nog heeft? Nou ja, weet je, het mooie is aan een 518, ik kan niet zo gek veel verliezen. Hè? Mm-hmm. 112,8 pk, wat je al zei. Dus ik denk gewoon dat ik het heel goed ga doen. Ik reken op een minimaal 106 pk. Minimaal 106? Ja. Wel een BMW, geen vermogen. We gaan Gijsbert eens even halen. Deze prachtige achterbandjes zijn toch wel een beetje de zorgenkindjes van mijn BMW. Hè? Ik bedoel, Gijsbert die zei ook al van het is knetterhard rubber. En op een of andere manier is iedere twee weken de bandenspanning weg. Dat vervliegt gewoon. Dus in eerste instantie kwam hij niet boven de 40 kilowatt op de rollenbank. Maar uiteindelijk, ze zijn weer hard. Kijken wat het resultaat is. Dit is je reinste marteling, mensen. Ja. Wat denk je van mij? Mijn distributieriem is 13.000, inmiddels 16.000 kilometer overtuigd. En die gaat zo met een heel hard ronddraaien. Daar is hij nou. Dan. Oh, daar zijn we dan. Ja. Met de resultaten. Is het huilen geblazen? Nee, het valt heel erg mee. Je komt op 109 pk. Oké dan. En 100, bijna 55 Newtonmeter. Bijna al zijn vermogen nog. Want ik moest 162 Newtonmeter hebben, dus daar zit hij 8 onder. Dat vind ik ook niet tegen. Bijna nog helemaal als nieuw. Kijk. Dus dat zie je maar, hè. Duitse degelijkheid. Een klein motortje, maar ze dalen binnen groot. Ja. Dankjewel, man. Oh, en nou die andere. Morgen meer.